Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit is dus Finn. We barsten momenteel van de goede voornemens om af te vallen. Door corona en de feestdagen zijn de kilootjes er aangekomen. Maar ook onze huisdieren moeten eraan geloven. Absoluut. Dieren zitten net als ons nu gevangen in onze huizen. Katten zeker bewegen veel minder. Honden misschien juist wat meer. Maar wat we vooral zien is dat mensen nog meer voer geven aan hun dier. Ze willen nog meer verwennen. En dat heeft grote gevolgen voor ons geliefde beestje. Overgewicht kan zorgen voor heel erg veel verschillende ziekten. Ze lopen enorm veel meer risico bij narcose, bij operaties. Verschillende ziekten, denk aan hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, suikerziekten. Zeker bij katten. Ook andere ziektes, zoals kanker, zijn een van de mogelijke gevolgen. Over het algemeen denk ik dat de meeste mensen wel kunnen zien dat Finn overgewicht heeft en dat hij dat te zwaar is. Maar er zijn manieren om dit ook zelf eigenlijk te ontdekken en waar de dierenarts ook naar kijkt. Denk bijvoorbeeld aan het voelen van de ribbenkast. En het laatste wat we doen is dat we achter hem gaan staan. Maken we een lange lijn als het ware. En kijk ik of hij ook nog van bovenaf, of hij ook nog een taai heeft. Minimaal. Finn is aardig rond. Als je zelf kijkt, moet je wel een beetje oefenen om hier in handigheid te krijgen. En soms is het ook een beetje moeilijk omdat je objectief moet blijven. En als het je eigen dier is, dan wil je nog wel eens een beetje smokkelen. Of juist misschien denken dat je dier veel te dik is. Dat hebben mensen ook wel last van. Overgewicht bij dieren komt ook vaker voor dan we misschien denken. Bijna meer dan de helft van onze huisdieren heeft overgewicht. En weer een groot deel daarvan leidt zelfs aan obesitas. En daarbinnen heb je dan weer allerlei categorieën. Om baasjes te helpen heeft de dierenarts een afvalprogramma opgesteld. Het probleem is namelijk niet zomaar verholpen. Het is vooral ook wel echt een mentale struggle eigenlijk. Dus je kunt wel denken, ik geef mijn dier gewoon minder eten en ik ga meer met hem lopen. Maar zo werkt het in de praktijk niet. En het grootste probleem is dus dat mensen gemotiveerd moeten zijn om te willen veranderen. Dus eigenlijk, de meeste mensen merken wij in onze praktijk, hebben meer moeite om hun huisdier niet te verwennen dan om zichzelf niet te verwennen. Daarom heeft Lisbeth de ideale tip. Wat ik eigenlijk al meteen tegen onze klanten zeg is, hou eens een keer een dagboekje bij, al is dat maar een dag. Wees dan ook echt eerlijk, waar je iedere keer als je iets geeft, al is het maar een koekje, snoepje, wat dan ook, even opschrijven. Al doe je dat maar één dag, dan kun je veel beter zien wat je dier nou eigenlijk voert. En heel veel mensen schrikken dan erg. En dan hopen we dat onze huisdieren weer snel op een gezond gewicht zijn.